Dames en heren, goedenavond. Welkom op deze 27e januari van het kalenderjaar 2023 voor de wedstrijd Roda JC tegen FC Dordrecht. Normaal, zoals jullie gewend zijn van ons, kun je van tevoren vragen insturen of als wij een mooie gast hebben. Maar wij zagen, helaas mogen we wel zeggen, hè, gisteren in de krant staan dat Ted van de Pavert helaas nog steeds geblesseerd is. Ja, wat doen we dan natuurlijk snel? Dan gaan we heel snel met Roda contact opnemen. Kunnen we Ted nog in de voorbeschouwing krijgen? En wij hebben de verrassing vanavond. Het is gelukt. Ted, goedenavond. Goedenavond. Nou, fijn dat je er bent. Ja. Van je ook last minute ingevlogen, denk ik. Ja, klopt. Ik was op de club wat aan het revalideren en trainen. En ik dacht even, ik ga even snel wat eten. En toen kreeg ik nog een berichtje van de club inderdaad van... Of nog even tijd had om aan te schuiven. Kijk, geen probleem. Nou, fijn dat je dat doet. Je zegt al, je was aan het revalideren. Hoe gaat het met je nu? Ja, gelukkig weer de goede kant op. De afgelopen thuiswedstrijd tegen Os uitgevallen met een toch iets van een hersenschudding. Ja. Dus ik heb de eerste week echt wel thuis veel op de bank gelegen, op bed gelegen en toch wel een behoorlijke hoofdpijn gehad. Wat ik eigenlijk op het begin niet had verwacht. Maar ik moet zeggen, de laatste 2-3 dagen weer in betere doen en weer wat dan revalideren, wat aan joggen. Dus, het gaat de goede kant op. Precies. Kijk, het zeiden ze in koor. Ja. Je zei het nou ook al, laten we de volgende thuiswedstrijd even terugpakken. Os, ik denk voor iedereen niet het resultaat wat we verwachten en zeker niet gehoopt hadden. Hoe heb jij die wedstrijd beleefd? Nou ja, ik denk een wedstrijd waarin we onszelf natuurlijk op het begin... weer in moeilijkheden brengen, zoals ook wat wedstrijden daarvoor. Ja. En dat is natuurlijk wel hartstikke zuur, want eigenlijk lopen we daar de hele wedstrijd tegenaan te voetballen. En ja, als het dan even ook wat minder is met het vertrouwen in het team, dan is dat gewoon heel moeilijk om tegen een stugge tegenstander om daar doorheen te voetballen. En ja, dat zag je bij ons en dat zie je tegenwoordig ook bij PSV en bij Ajax. Ja, zeer zeker. En hadden we heel veel moeite met die wedstrijd. En gelukkig nog 1-1 op het eind. En het belangrijkste natuurlijk dat we afgelopen wedstrijd natuurlijk 3 punten hebben gepakt. Ja, dus, ook daar waren we uiteraard bij. En dat stemde ons tevreden. Ik hoop dat dat doet natuurlijk altijd wat met de ploeg. En dan merk je wel dat de steer opeens weer wat anders is. Je zei het net al een beetje, hè? Dat doet iets met de ploeg als je dan weer zo snel in een wedstrijd een doelpunt tegenkrijgt. Is dat voor jouw gevoel dan een beetje de wet van Murphy? Is dat pech hebben of heeft dat echt met vertrouwen te maken? Het heeft ook om met vertrouwen te maken. Ik denk natuurlijk, we zijn dit seizoen heel goed begonnen, denk ik. En op een gegeven moment hadden we gewoon een paar wedstrijden waarin we niet slecht speelden. Vooral de eerste helft vaak best goed speelden zelfs. Alleen we konden dat nooit uitdrukken in doelpunten, waarin we best wel veel kansen misten. En op een gegeven moment hadden we ook wedstrijden dat we dan de tweede helft de deksel op de neus kregen. En dat heeft toch wel wat gedaan met ons. En op een gegeven moment zie je dat het spel ook gewoon wat minder is geworden. En de laatste wedstrijden waren gewoon niet goed tot afgelopen maandag. Waar wij het wel vaker over gehad hebben. Kijk, je bent natuurlijk ook gehaald als een van de, met alle respect, oudere jongens. Hè, die wat jongere jongens meer op sleeptouw kunnen nemen. Niels Reusel natuurlijk ook, zeker ook van achteruit. De periode dat Niels geblesseerd was, kakte het een beetje in. Heeft dit team dan inderdaad echt jongens als jou nodig en als Niels nodig om zeker vanuit achteruit die jongens aan te sturen, dat vertrouwen te geven? Of staat dat er wellicht los van? Nee, ik denk wat je zegt, dat Niels is zeker een belangrijke speler voor ons. Gewoon voor het team ook zeker. Een hele goede aanvoerder. Dus die hebben we absoluut gemist. En verder denk ik dat het altijd belangrijk is dat je wel wat oudere spelers in het team hebt. Die toch momenten vaak hebben meegemaakt. Die toch de jonge jongens kunnen helpen in sommige momenten. En, als ik naar mezelf kijk, heb ik natuurlijk ook tekortgeschoten de laatste weken. En dat weet ik zelf ook. Ja. Ja, een beetje ongelukkig soms, denk ik. Tenminste, dat denk ik dat beste woord is soms. Als je even de hele periode terugkijkt. De zomer gehaald, richting het zuiden gekomen. Ja. Hoe is het eerste half jaar je bevallen? Zowel op sportief gebied als eigenlijk in de omgeving waar je terecht bent gekomen. Nee, ja, verder heel goed eigenlijk. Het enige stuk, ik kwam hier volgens mij binnen 3-4 dagen voordat de competitie begon. Dus ik had natuurlijk wel een behoorlijke conditionele achterstand. Ondanks dat je natuurlijk voor jezelf traint, maar dat is heel anders dan dat je weer met de groep gaat trainen op hoog niveau. En ik moet zeggen dat ik daar redelijk snel nog doorheen ben gekomen. Op het begin al de eerste weken van waarde kon zijn met invalbeurten de laatste 10 minuten kwartier. Om bijvoorbeeld een wedstrijd over de streep te trekken, wat vooral het begin van toen het geval was. Ja. En daarna uiteindelijk een baasplek gekregen, afgerond.
En ik denk de eerste wedstrijden op zich prima gespeeld. Tot op een gegeven moment, wat eindelijk een beetje met het hele team het geval was. Dat we op een gegeven moment wedstrijden, wat ik net zei, best prima speelden, maar totaal niet uit kon drukken in scoren. Ja. En daarna is er een beetje de klat in gekomen. En inderdaad was ik zelf ook een paar keer betrokken bij tegendoelpunten. Dat weet ik zelf ook. Ja. Heb je wel eens als verdediger natuurlijk, hè? Liever niet, maar... Dat is zeker waar. Maar ik denk dat je uiteindelijk moet je gewoon je wedstrijd nakijken. En, en weet je zelf ook donders goed of je een goede wedstrijd of mindere wedstrijd hebt gespeeld. En, voor mij is het nu zaak fit worden en weer zorgen dat ik... Dat is mooi natuurlijk. En de omgeving waar je terecht bent komen. Zuid-Limburg, neem dat je hier nu ook woont. Ja, gedeeltelijk. Af en toe dat gezinnetje. Ja, ik heb gezin in Doetinchem wonen. Dat is toch wel 2 uur rijden. Meestal 3-4 dagen ben ik hier en soms 3 dagen dan in Doetinchem. Het gezin kunt ook wel eens hier naartoe. Lastig met vrijdagavond meestal. Maar... Ik heb jonge kinderen, dus dat maakt het lastig. Maar verder af en toe kom ik deze kant op. Het is natuurlijk een hele mooie omgeving. Je bevalt verder prima. Dat horen wij graag natuurlijk. Hè? Ja, dat geloof ik. Als we een beetje vooruit gaan kijken, hè? Je bent op de weg terug, zeg je. Je hoopt zo snel mogelijk aan te sluiten. Wat het vooraf al eventjes over is natuurlijk, zeker met een hersenschudding, moeilijk om te bepalen wanneer is dat moment dan. Deze week natuurlijk ook het moment dat de nieuwe trainer voor de groep is gekomen. Een relatief korte periode. Hè? Ik denk dat hij misschien maar 1-2 keer met de groep samen is kunnen zijn. Ja. Wat is jouw eerste indruk? Ja, een positieve indruk. Ik denk gewoon een hele prettige persoon in omgang, hoe die nu overkomt. En voor de rest is het natuurlijk nog een beetje aftasten. Woensdag was hij voor het eerst. En eindelijk 2 trainingen kunnen leiden. Ook wel bewust gezegd van we hebben 3 punten gepakt tegen jonge Ajax. Dus het team laten we intact en verder gaan we... Ja, in de komende periode verder kijken. Alleen, we hebben natuurlijk nu een wedstrijd en maandag weer een wedstrijd. Dus we hebben gewoon veel wedstrijden in deze periode. Dus, hij wordt meteen voor de leeuwen gegooid. Ja. Ja, het is do or die zou je soms zeggen. Maar zeker het begin is dat zeker niet het geval. Nee. Heb je nog een persoonlijke doelstelling als je kijkt naar de rest van het seizoen? Uiteraard nu op korte termijn zo snel mogelijk terugkeren en fit worden. Ja. Verder nog doelstellingen voor jezelf. Wat willen jullie als team precies naartoe? Je moet gewoon realistisch zijn. De eerste plekken zijn totaal uit zicht natuurlijk. Het lijkt me logisch dat we nu gaan knallen om die play-offs te halen. En de doelstelling van het team en mijn doelstelling is natuurlijk spelen en natuurlijk zorgen dat we gewoon een goede vorm komen, een stabiele ploeg worden en dan hopelijk kunnen vlammen in de play-offs. Ja. De transferwindow in de winter duurt nog een paar dagen. Is er nu, zonder iemand uiteraard in de selectie nu tekort te doen, wat is iets waar je voor zegt, als ik op die technische stoel zou zitten, dan is dit denk ik nog een type speler, hoef geen naam te noemen, maar een type speler die zegt, dat zou het alles wel goed kunnen gebruiken. Ja, dat vind ik altijd een beetje lastig om te zeggen. Ik zou misschien een middenvelder, denk ik, die misschien wat meer vanuit de tweede bal kan spelen. We hebben natuurlijk heel veel voetballend vermogen in het team. Ja. Als de tegenstander hoog druk zet of heb het wel eens lastig, is het misschien ook wel eens fijn om iemand te hebben die heel goed vanuit de tweede bal kan spelen. En dat je vanuit daar wat makkelijker door kan voetballen. Ik denk dat op zich wel iets kan toevoegen aan de sport. We horen op de achtergrond langzaam met de Limburgs volkslied komen. Durf jij je te wagen aan de voorspelling vandaag? Ik vind voorspelling altijd heel lastig, maar ik ben er wel van overtuigd dat wij... We hebben natuurlijk afgelopen wedstrijd gewonnen, dus wat ik net zei, de sfeer in de ploeg was echt wel meteen weer een stuk beter. Zo gaat het altijd in het voetbal. De laatste wedstrijd is wat dat betreft heel bepalend. Ik heb wel echt het gevoel dat we deze wedstrijd gaan winnen. Zeker. Kijk, dat is mooi. We zijn al, Dylan heeft de afgelopen 2 keer tegen Dordrecht een hat-trick gescoord. Ja, ik zag het voorbij komen. Dus laten we hopen dat ook weer het geval is. Ik teken ervoor. Kijk. Ted, ik wil jou in ieder geval hartstikke bedanken dat je zeker zo laatst minuut nog eventjes bij ons wil aansluiten. Ja. Aan één kant hoop ik je wel heel snel hier te zien, maar het allerliefste zo snel mogelijk op het veld. Succes met de revalidatie en veel succes aan dit seizoen. Yes, dankjewel. Hey, hartstikke bedankt. Hey, bedankt. En succes. Yes, jullie ook.